Nou, de schande van vorige week, zeg ik maar, die hebben we weggepoetst. We hebben ons gerevancheerd. En met name in de eerste helft vond ik dat heel goed te zien was. Ja, wat we wilden, wat we van plan waren. Er stond een eenheid, er werd goed samengewerkt. Ja, en we haalden heel veel rendement uit ons voetbal. Ja, Steven Berghuis, was hij de man die het verschil maakte? Ja, er waren er wel meer, want de manier waarop we Dordrecht probeerden onze fuik te lokken, daar speelde hij een rol in, eerst in het verdedigen. En ik denk dat op het middenveld en achteraan een prima blok stond. En op het moment dat we eruit kwamen, ja, dan zie je de klasse van Steven en het vernuft van Tankovic en de snelheid van Guus. Maar ook bij alle drie de spelers dat rendement. En ja, daar draait het uiteindelijk om. Ja, dat is de aanval. De verdediging coach voor Dirk Lucassen. Debutant, de jonge jongen. Gisteren contract getekend tot 2018. Waarom hij en niet Johansson? Nou, vooral omdat Dirk een goede speler is die zich ook nog eens goed ontwikkelt. Dus dat is één. Ja, en je hebt met concurrentie te maken. En we vonden dat Matthias na een redelijk goede voorbereiding, dat hij in de eerste drie competitiewedstrijden, zowel verdedigend als opbouwend aanvallend, wat dingen heeft laten liggen. Nou, en dat is alleen maar goed voor een groep als er die concurrentie is. Want hiermee zal Matthias aan de bak gaan om zichzelf te verbeteren, om er weer op te komen. En Dirk moet zijn best blijven doen om hem voor te blijven. Dus dat was de reden. Ja. Joris van Overeen, huurling hè, van jullie, nu bij Dordrecht. Die zei na afloop van, ja, ik vond AZ wel een beetje reactievoetbal spelen. En Steve Berghuis beaamde dat ook wel een beetje. Nou ja, dat mag. Ik bedoel, iedereen geeft zijn eigen visie op zo'n wedstrijd. En ik heb van tevoren wedstrijden bekeken. Hebben we met z'n allen gedaan. Heerenveen tegen Dordrecht. We hebben Dordrecht tegen PEC Zwolle hier gezien. We hebben ook Go Ahead Eagles tegen Dordrecht gezien. Nou, wat je heel vaak zag was dat de tegenstanders gewoon hetzelfde gingen doen als Dordrecht. Namelijk 1-1 over het hele veld. En daar hebben wij niet voor gekozen. Nou, en dat brengt Dordrecht in een heel ander vaarwater dan waar ze terecht wilden komen. Dus volgens mij hebben we dat wel goed gedaan. Opgelucht? Nee, opgelucht niet. Blij gewoon. Want ik denk dat we het goed gedaan hebben. Nou, een puntje van attentie, dat heb ik dan na afloop wel in de kleedkamer gezegd, is dat we er naartoe moeten dat onze houding zo is dat we voor de rust een veel grotere voorsprong bij elkaar voetballen. Want ik denk dat na de tweede goal, dat er momenten waren dat we er nog wel twee of drie bij hadden kunnen prikken. Maar had je er al een bij geprikt, dacht ik? Ja, nou, wij op de bank dachten hem ook al over de lijn, maar ja, of dat zo was, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Wat zei je nou tegen die assistent scheidsrechter? Ik liep nog even naar hem toe. Ja, ik probeerde nog zijn arm omhoog te doen om die vlag omhoog te krijgen. Ik dacht namelijk dat hij nogal twijfelde, maar hij zei dat het niet zo was.